kwaliteit, waarbij dat het niet zozeer gaat over het moet een goede kwaliteit zijn, want dat is namelijk een Olympisch minimum. Ik denk dat het voornamelijk over coherentie gaat. En zeker ook over lange termijn. Dat is niet iets wat je op 6 maanden tijd bouwt. En daarbij komt denk ik ook de kwaliteit. Waarbij dat het niet zozeer gaat over het moet een goede kwaliteit zijn, want dat is namelijk een Olympisch minimum. Het moet wel gaan over de juiste kwaliteit. Je verwacht iets anders van de kwaliteit van een Rolls-Royce als van een Dacia bijvoorbeeld. Van de Rolls-Royce verwacht je echt wel de top van de leren zeteltjes waarin dat je zit en alles erop en eraan. Van een Dacia verwacht je dat iets minder. Het mag gewoon niet in pan vallen. Dat is eigenlijk alles. Dan heb je de coherentie, de lange termijn, kwaliteit, juiste kwaliteit. En dan denk ik dat dat allemaal verweven moet zitten in alle mogelijke touchpoints rond dat merk. Zijnde van de beleving op het winkelpunt, POS-materiaal, verpakking van het product, de productbeleving zelf, after sales, garantie, alles eigenlijk. Heel de... Customer journey. Heel de customer journey, ja. Kijk naar de customer journey. Bekijk elk interactiemoment dat je hebt, uitgaand, inkomend, gefaciliteerd, niet gefaciliteerd, rechtstreeks of onrechtstreeks. En bepaal daarvan, ja, hoe willen we dat we gezien worden en hoe staat dat vandaag en hoe kunnen we dat verbeteren. Op continu dezelfde coherente manier.